Marieke Pril, je bent initiatiefnemer van de Vrijgezellenveiling, hier gehouden in de Golfsvesten. Eventjes, wat is Vrijgezellenveiling? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het zijn 12 leuke heren en leuke dames die zich beschikbaar hebben gesteld voor de veiling. Mensen kunnen hier komen en dan een bod doen op een van deze vrijgezellen. En tevens krijg je dan bij het winnende bod ook een dinnerdate met een van deze vrijgezellen, inclusief een goodiebag. Hartstikke leuk dus. Ja, een dinnerdate betekent dus ook dat je uit eten gaat? Dan ga je heerlijk uit eten in een van de restaurants die sponsoren. En dat is onder andere Koetshuis, Sessiebon, Kostenhoes, Tao en heel veel meer restaurants. Hoe is het idee ontstaan? Nou, ik wilde graag iets doen samen met de andere initiatiefnemers voor het goede doel of voor behoeftige individuen. En dat wilden wij op een unieke wijze doen. Hè? Niet een standaard charity dinner, maar wij wilden daar een leuke twist aan geven. En zo kwamen wij dus op het Amerikaanse concept van een bachelor auction uit. Nu heb je het over wij. Leg even uit wie dit allemaal zijn. Nou, hoofdinitiatiefnemer en dat is Johan Hemme en waaronder ik. En dan hebben wij nog een aantal, viertal mensen achter de schermen die ons steunen daarin. En hoe ben je aan de vrijgezellen gekomen die zich in de aanbieding gooien? Een aantal mensen heb ik gevraagd en sommige mensen die hebben zich vrijwillig aangeboden toen ze ervan hoorden. En ze vonden het leuk, want alle opbrengsten gaan namelijk naar Kans voor een Kind. Ja, je hebt het goede doel, heb je eraan verbonden. Het goede doel Kans voor een Kind. Wat heb je met deze organisatie? Nou, het is natuurlijk altijd prachtig wanneer je kinderen, zieke kinderen een droomwens kunt laten vervullen. Hè? En deze mensen van Kans voor een Kind zetten zich daar enorm voor in. Hè? Die doen er van alles voor. En ja, wij wilden ons steentje daar eigenlijk aan bijdragen. En met niet één leuk initiatief, want we komen met anderen. En dan zullen wij ook andere goede doelen willen steunen daarmee. Ja. We zijn nu aan het begin van de avond. Alles wordt nog opgebouwd. De technici zijn bezig. Er is ook muziek, er is ook een band. Hoe ben je daar aan deze mensen gekomen? Nou, een aantal mensen die kenden mijn collega's. Hè. We hebben onder andere The Sense, hartstikke leuke band, pop-rock band. We hebben Gin Dutch, we hebben La Valletta, authentieke Italiaanse muziek. En we hebben een DJ, Gillian Danieli. Dus dat belooft een hartstikke leuke avond te worden. Ja, daar zullen ze horen wel. En dan ja, als klappende vuurpijl Miss Erna, die gaat het presenteren. Toen ik dat hoorde, dacht ik, hier moet ik bij zijn. Geweldig, hè? Het is geweldig. In combinatie met Willem Habers, dus dat duo, lijkt me ontzettend interessant om dus te kijken of dat, hoe dat gaat samen. Hartstikke leuk. Ja, we gaan het volgen en we spreken elkaar straks weer. Succes. Dank je.